Op deze zonnige dag zijn we in het altijd gezellige Brabant, in Helmond, op de Geeneindseweg nummer 7. Achter deze pracht en praal ligt een fantastisch landhuis, wat ik jullie heel graag laat zien. We gaan naar binnen. Wat direct opvalt in deze ruime entree is die fantastische vide. Ik neem jullie nu mee naar de eerste zithoek. Gaan we voor knusheid en kiezen we voor de open haard, nemen we lekker deze zithoek. Eten we een hapje met het gezin, familie, vrienden, gasten, zitten we lekker hier. Gaan we voor licht en prachtig uitzicht op de tuin, komen we in deze familiekamer. Dat is volgens mij optimaal genieten. Deze ruime woonkeuken biedt plek aan een tweede eethoek. Hij past precies bij het karakter van deze landelijke villa. In deze hal zien we tal van deuren met slaapkamers, een toilet, slaapkamer laat ik jullie zo zien, kantoor en de inpandige garage. Deze woning biedt ons 7 slaapkamers, waarvan dit er 1 is, met badkamer en suite, waarvan we er dan weer 3 hebben in deze woning. De onderverdieping is eigenlijk een verhaal apart. We hebben hier 2 hele riante ruimtes die eigenlijk voor heel veel doeleinden zijn. Hobbykamer, mancave, muziekkamer, slaapkamer, kantoor. We kunnen hier alles. Ruimte genoeg. We zijn hier in de master bedroom en los van het fantastische uitzicht hebben we hier grote walk-in en een badkamer en suite, dubbele wastafel, een inloopdouche en een heerlijk lichtbad. Bent u nieuwsgierig en wilt u zien wat er achter die andere deuren zit? Maak dan bij ons op kantoor een afspraak. Laat ik u de rest zien. Ons staat een flinke wandeling te wachten op een perceel van maar liefst 8600 vierkante meter. Ik ga heel even eerst een kopje koffie doen. Daarna laat ik jullie alles zien. Zoveel land en zoveel uitzicht. Paarden op de achtergrond. Ik heb mijn schoen al uit. Ik ga op zoek naar een cap en een paar paardrijlaarzen. Maar we gaan eerst even een stukje lopen nog. We kunnen golven. Weliswaar in het klein, maar de vlag staat er. We hebben een eigen bos. De inpandige garage biedt ruimte voor 2 auto's, heeft een elektrische deur en daarnaast hebben we nog een carport, ook 2 auto's. Vanuit het meest romantische stukje van de tuin wil ik deze virtuele tour afsluiten. Heeft u interesse in dit landhuis? Neem dan contact met mij op. Mijn naam is Sarah en ik verkoop mooie huizen.